We zijn nu wat rustiger geworden, we zijn nu over onze plankenkoers heen. Dus we kunnen nu gewoon heel rustig gaan beginnen met het volgende, namelijk even afdrogen met Loek. Loek kan ontzettend goed afdrogen, vaak vind ik het ontzettend leuk. Ik vind het ook ontzettend leuk dat hij het ontzettend leuk vindt. Gaat hij met een doekje, gaat hij een zeg maar nat bestek afdrogen. We hebben hier het mes. Het mes wordt helemaal afgedroogd. Het is makkelijk ook om het mes af te drogen, omdat het mes wat kleiner is dan de Loek zelf. Als ik dan voor die hele grote kom erbij ga pakken, die hele grote, dan kun je ook zien dat hij dan echt wel helemaal het op zijn heupen krijgt van god, deze is zo groot, deze kan ik eigenlijk nooit afdrogen. Dus dan gaat hij gewoon maar een beetje gekke morsen zijn op die kom lopen doen en zo. Wauw. Ja, dat zullen we eens even. Maar we zijn nog niet klaar met het mes. Maar we gaan in de volgende vlog. Gaan we echt de kom ook doen. Ja. Nou, denk je dat het mes nu droog is? Loek, zullen we eens gaan kijken of het droog is geworden? Jeetje, Bobbelebeetje. Het is keukendroog. Nou, Loek vindt het echt van niet. Loek vindt dat het niet zo is, maar ik vind dat het wel zo is. Het is echt mooi, ja, nu gewoon. Ja.